En ze zit hier naast mij. Een heel goedemiddag, Inge. Goedemiddag, Maarten. Fantastisch. Ja, hamsters, dat zijn heel gezellige beestjes. En zouden ook, en dat is het positieve aan hamsters, gemakkelijk zijn om thuis te houden, want het zijn beestjes die niet heel erg veel verzorging vragen. Hè? Dat klopt, ze zijn heel leuk. Ze zijn inderdaad gemakkelijk in verzorging, ze zijn heel leuk voor kinderen. Enige, misschien een beetje nadeel, is dat het ook weer nachtdieren zijn. Dus dat ze meer actief zijn s'avonds en ja. s'nachts en niet zozeer overdag. En dan vraag ik me af, wat heb je daar dan aan als dieren oh, alleen s'avonds? En... zie nu hoe lief en hoe schattig. Ja, maar nu zijn ze wakker, want nu zijn ze uit hun natuurlijke uit omgeving. Slaap gehaald. Maar ja. Normaal gezien, ja, want kijk, hier loopt er eentje. Ja. Kun je dat ook vasthouden? Ja. Ja. Ik denk dat ze wat ze zijn snel wat en ze zijn ook wat stressgevoelig. Oh, er zitten veel in het huisje, dat heb ik nog niet gezien. Ja. Maar dus s'nachts en s'avonds komen ze dan tot leven. Ja. Dus je kan ze best niet naast je bed neerzetten. Nee, inderdaad niet. Maar ze zijn zo schattig en ze zijn ook heel gemakkelijk tam te maken. Dus ja, je hebt er wel het, heel ja. veel aan. Ja, nee, maar je bent er nog niet mee bezig. Nee, dat is waar. Trouwens, als je zo'n beetje in huis haalt, dan heb je dat ook een tijdje de tijd nodig om eraan te wennen. Dus stel je voor, je hebt nu die hier geadopteerd, zogezegd. Ja. Hè? Die blijven hier. Dan is de bedoeling dat je niet direct wil vastnemen of achteraan zitten grijpen en zo. Dan is het eerder de bedoeling dat je ernaast gaat zitten, er tegen praat, dat ze jou leren kennen, jouw stem leren kennen. Na een tijdje je hand er in het hok legt gewoon. En dan komen ze er vanzelf aan snuffelen. Je kan hun een snoepje geven. Dus dat moet je echt kan tijd. Nu niet meteen. Daar heb je echt wat tijd voor nodig. Een paar dagen toch wel, Maarten. Je wilt veel te snel zijn. Trouwens, ik ben helemaal afgeleid door je t-shirt. Wel een mooie biertjes. Ja, ik dacht, Inge komt, dus ik ga beestjes op mijn t-shirt ja, zetten. Ik vind super. Maar ik mag je niet te bont maken. Nee, ja? Absoluut niet. Zeg maar, zo een beetje. Je moet ja. bepaalde dingen in het hoofd houden voordat je zo een hamster in huis ja. haalt. Hè? Zoals je ziet, je hebt wel een aantal attributen nodig. Hè. Ze hebben een hok nodig. En daarin hebben ze dan speelgoed nodig. Eten en drinken natuurlijk. De bodem is altijd bedekt met een bepaald strooisel. Mm-hmm. Wat je zeker niet mag doen, is zoals katten bakvulling erin gooien of gewoon zand of zo. Daar zijn ze niks mee. En wat je ook soms van die watten die ze soms verkopen, maar dat kunnen ze in stikken, want dat gaat natuurlijk in hun darmen. Ja, maar dit strooisel is perfect. Van voilà. Die houtsnippers. Dat ja, gaat. Houtsnippers, inderdaad. Wat je ook nodig hebt, is een slaaphokje. Ja. Dus je ziet, dit is van hout en je hebt er ook van plastic, waar ze zich in kunnen wegsteken. En het speelgoed wat erin staat, is ineens ook van hout om aan te kunnen knagen. Want hamsters zijn inderdaad knaagdieren. Hun tanden die blijven doorgroeien, dus ja. ze hebben wel dingen nodig om dat aan te slijten. Knagen. Ja, ik heb ook een knaagsteen bijvoorbeeld. Dat is ideaal ook om erin te hangen, dan kunnen ze die tanden afsnijden. Want als ze dus die tanden te lang worden, dan kunnen ze niet meer eten en dan gaan ze sterven. Ah ja, dus dan moet je dus in de gaten houden. Ja, wel. Dat is echt wel heel belangrijk. Ja, en doen ze dat automatisch of moet je dat leren? Nee, ze gaan dat automatisch. Ze zitten ja. instinctief, ze beginnen aan alles te knabbelen. Dus als je ze adopteert en je vervoert ze bijvoorbeeld in een kartonnen doos, ook heel handig, dan gaan ze zich een gat doorknagen en vind dat nog maar eens in je auto. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Oké, dus je moet opletten inderdaad dat je ze niet in een kartonnen doos vervoert of toch niet voor een lange tijd, want dan kunnen ze hun uitweg al vinden. Maar je hebt van die leuke reisbakjes. Of maar waar zou je dat mee naartoe nemen? Ja, nee, maar als je ze bijvoorbeeld gaat kopen in een dierenwinkel, hè, ja. dan je moet ze toch thuis krijgen, niet? Mm-hmm, dat is waar. Nu, er zijn ook mensen die allergisch zijn. Ja. Kunnen zij dat opwekken, hamsters? Ja, dus net zoals heel veel dieren kunnen zij een bepaalde allergie opwekken. Dus als je inderdaad, je moet een beetje rekening mee houden dat het dier verzorging nodig heeft, dat het dier wat aandacht nodig heeft, maar dat je er ook allergisch voor kan zijn. Ja. Het zou zonde zijn om het weer weg te moeten doen. Hè. Nu, je hebt het inderdaad over die aandacht. Moet je er veel mee bezig zijn of kan je dat gewoon laten? Stel dat je weinig thuis bent of... Het is wel leuk om er veel mee bezig te zijn. In principe zijn het solitaire dieren, dus ja. ze zitten graag alleen. Ja, sorry, ja. Ja, ga maar verder. Ik ben even aan het kijken. Je kan echt er niet afblijven. Of ik er nog eentje kan zien. Hè. Ja, misschien moet je het eventjes opheffen. Wat opheffen? Dat bakje. Ah, deze? Nee, ik bedoel het huisje. Ah, deze. Ah, dat heeft geen... Jawel, nee, ze hebben hun bodem. Kijk. Ja, voilà, kijk een keer. Ja. In ieder geval, ja, ze zijn dus eerder solidaire dieren, dus ze hebben wel wat aandacht van ons mensen nodig. Want ze durven nogal eens vechten als ze met te veel samen zitten. En als je op vakantie bent? Als je op vakantie bent, hebben ze natuurlijk verzorging nodig. Er moet altijd iemand eventjes naar komen kijken. En ik ben helemaal onder de indruk, Maarten, van jouw... Ja, nee, maar ik dacht, kunsten ik laat om ze even, het te vangen. Ik laat ze even ruiken, dan... Oeh, ik had er bijna in. Ja.
Ze zijn verschrikkelijk schattig. Ja, ik heb nooit een hamster. Ik heb wel ooit een chinchilla gehad. Ja, die zijn ook heel leuk. Ik kan ze helaas niet houden, want mijn katten die gaan daar direct... Ja, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Kan je dat houden bij honden of katten die je al hebt? Je kan dat houden en je gaat ook merken als ze zich bedreigd voelen, dan gaan ze zich groot maken, gaan ze op achterste poten staan, gaan ze helemaal zich opblazen, die wangzakken gaan helemaal bol komen te staan. En dan willen ze zich ze willen zich wat groter voordoen dan ze zijn. Maar een hond of een kat loopt daar dus niet in. Dus als je wat jachtinstinct in je hond of je kat zitten hebt, dan... Dan best geen hamster. Geen hamster. Nu, deze zitten met heel veel in één ruimte. Ja. Je hebt hamsters die wel in groep kunnen leven. Hè? Dus je hebt verschillende soorten. Ook afhankelijk van, die hebben afhankelijk de verschillende lengte van haar, de verschillende verzorging. Dus informeer je goed welke soort hamster je in huis hebt. Uiteindelijk met twee zijn ze ook wel heel grappig. Kijk even mee, Inge. Heel erg leuk. En ondertussen, Inge, heb je een hamster vast. Maar ze zijn wel vingervlug, hè? Ja, ze zijn heel snel. En eigenlijk de eerste keer dat je die oppakt, laat je ze best boven een zetel of boven een tafel. Ja, dat want als ze vallen, dan kunnen ze echt gewoon zichzelf heel pijn doen. Ik ga hem inderdaad terugzetten. Dat hij geen schrik krijgt, hè? Ja, voilà. Hij was zichzelf aan het opblazen. Heb je dat gehoord? Ja, heel even zag luid. Ja. Dat is een teken van Maar dus als je dat zachtjes aandoet, dan kan je zo een beetje wel tam maken. En kijk, nu zitten ze ook aan elkaar. Ik heb die nieuwe erin gezet en die andere komt direct snuffelen van waar heb jij gezeten? Dus het is heel geurgevoelig. Ja. Waar heb jij gezeten? Mensen hebben dat niet zo, hè? Raak eens. Lekker. Ah, dat is goed. Ja. Voilà. Inge, dus kort samengevat. Een hamster is een heel leuk huisdier, maar je moet er rekening mee houden dat ze 's avonds en 's nachts actief zijn, dat ze wel wat verzorging nodig hebben. Veel voor te knagen nodig hebben, wat uitdaging nodig hebben. En dat je ook de tijd neemt om de hamster jou te leren kennen. Dat je niet te snel wil zijn. Zeer goed, dankjewel Inge. Nu, we hebben natuurlijk ook nog enkele winnaars die een leuke foto hebben ingestuurd van zichzelf met een huisdier. En we gaan ze even overlopen. De eerste foto komt van Anouk Soye uit Heuzenzolder. Twee diertjes die alles voor haar betekenen, haar hond en haar paard. We hebben ook nog een foto gekregen van Magda Peters uit Bree. Onafscheidelijk voor altijd. Fantastisch, de hond mee op de tractor. En Meerte Ketelslegers uit Kortesem heeft ook nog een hele mooie foto gestuurd. Samen, een communiefoto. Samen met haar hond. En dat ziet er ook heel erg mooi uit. Een heel dikke proficiat. Jullie hebben een waardebon gewonnen van Tom & Co. Wil je zelf nog meespelen? Dat kan gewoon even naar tvl.be gaan en daar je foto insturen met een korte uitleg over wie er op die foto staat. En wie weet win jij dus wel een waardebon van Tom & Co. Inge, dankjewel. Heel fijn dat je erbij was. Tot de volgende week. Snuffels in samenwerking met Tom & Co.